Dames en heren, heel prettig dat u naar mij wilt luisteren. Op vrijdag 30 januari 2015 organiseerden ATHEMA, de Friske Academie en de University Campus Friesland in Leeuwarden een middag rondom het thema meertaligheid. Antonella Sorace, hoogleraar taalontwikkeling aan de Universiteit van Edinburgh, gaf een publiekslezing over de voordelen van meertaligheid. Ik had de eer en het genoegen gastspreker te zijn. Ik geef u in deze lezing een beknopte weergave van mijn ideeën over verleden, heden en toekomst van het Drents en van andere Neder-Saksische dialecten. Ik maak af en toe opmerkingen over dialect en minderwaardigheidscomplexen. Hebben platpraters meer last van minderwaardigheidsgevoelens dan mensen die het algemeen beschaafd of de standaardtaal spreken? Ik hoop u te provoceren en ik hoop op uw reactie. Ik geef in mijn bijdrage geen resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Ik heb geen uitgebreide research gedaan naar effecten van meertaligheid. Geen research naar effecten van dialect op welzijn van de sprekers. Ik spreek als ervaringsdeskundige met een brede belangstelling op het terrein van taal. Mijn betoog kent de volgende onderdelen. Mijn achtergrond, Neder-Saksische talen, stand van zaken, literatuur en dialect, regionalisme, tweetaligheid, plan van aanpak, feiten en stellingen. Mijn achtergrond. Ik ben opgegroeid met beide ouders als sprekers van Drents dialect. Drents is mijn eerste taal. Nederlands spreken begon voor mij op de basisschool. Op de middelbare school bleek mijn affiniteit met talen, maar wetenschap, chemie, leek een betere keuze voor verdere studie en carrière. Begin 1984 vond ik mijn weg in het Drents dialect. Ik publiceerde korte verhalen en romans in het Drents. In de jaren 90 kon ik 2 van mijn korte verhalen in Nederlandse literaire tijdschriften lezen. Beide verhalen hebben wortels in Leeuwarden. Ervaringen opgedaan tijdens mijn loopbaan als lerarenopleider en door rond te kijken in Drenthe hebben mij tot de overtuiging gebracht dat Drents als eerste taal niet bijdraagt aan een goede start in de moderne samenleving. Drents als eerste taal is een belemmering voor jongeren met weinig opleiding en kan bijdragen aan een minderwaardigheidscomplex. Ik zal de argumenten voor die overtuiging geven. Neder-Saksische talen, stand van zaken. Het rapport Drenten en hun taal, een uitgave van de provincie Drenthe uit 2007, geeft een aardige inkijk in de stand van zaken. Uit de analyse blijkt een zeer sterke samenhang tussen de eerste taal waarmee kinderen worden opgevoed en het opleidingsniveau van de ouders. Zo praat 39% van de kinderen van laagopgeleide ouders als eerste taal in het Drents. Bij kinderen van hoogopgeleide ouders is dit slechts 3%. Verder blijkt dat bij Drenten uit Zuidoost-Drenthe en bij de groep ouderen het Drents meer wordt gebruikt dan elders in de provincie en meer dan door jongeren. Het rapport Drenten en hun taal is op het internet gemakkelijk te vinden. Het is een uitgave van de provincie Drenthe, bestuurscommissie OCWZ uit Assen. Literatuur en dialect. Ontwikkelingen van literatuur in het Drents en Stellingwerfs zijn uitgebreid vastgelegd in onder meer de dissertatie van Henk Nijkeuter en in compilaties van Rauke Broersma en anderen. Scheupers van de taal en Drentse schrijverij. En in het Handboek Neder-Saksische taal en letterkunde onder redactie van Henk Bloemhoff en anderen. De Drentse literatuur, of beter, schrijven in het Drents is bijna 200 jaar oud. Aanvankelijk vooral als feuilleton in kranten. Er waren nog geen dagbladen. De kranten verschenen niet elke dag. Op dit moment zijn er nog enkele al dan niet literaire tijdschriften in deze gebieden. De Avond, Roet, Krudde, Maandewerk.
Dit jaar wordt voor de 10e keer de streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden uitgereikt. Ik heb het voorrecht al jaren lid van de jury te mogen zijn. Drenthe telt circa 500.000 inwoners. Onderzoek uit 2006 laat zien dat circa 39% nog regelmatig Drents spreekt, met de aantekening dat het veelal om laagopgeleide Drenten gaat. Volgens diezelfde enquête leest vrijwel niemand de boeken in het Drents. Er zijn nog wel min of meer literaire schrijvers die het Drents gebruiken. Tussen de 10 en de 25, schat ik. Het aantal boeken en gedichtenbundels in het Drents, en dit geldt ook voor het Gronings en het Stellingwerfs, is jaarlijks minder dan 10. Ik tel alles mee, ook uitgaven in eigen beheer. Als attentiepunten merk ik op dat bij mijn weten geen van de Drentse schrijvers zijn kinderen of kleinkinderen Drentstalig opvoedt. En de taal? Hoe ziet het Drents er in 2015 uit? En het Gronings? Dialectschrijvers doen hun best om archaïsche woorden overeind te houden. In hun proza komen woorden voor die zelden op straat zijn te horen. Ik geef enkele voorbeelden. Noberschap, smaangs, bossem, edenzachtig, loog, riepe, eelsk, dommiet, gloepens, tweeduister. En dat geldt ook voor het Fries. Minschip wordt niet dagelijks gebruikt. In de regionale pers zijn deze woorden onderwerp van vraagspelletjes. Wie weet nog wat tuul betekent, of gemag. Ook zie ik verdunning van de streektaal. Een Nederlands of Engels woord wordt gedialectiseerd. Er ontstaat een klinkervariant. Soms maken streektaaladepten nieuwe woorden als weblog voor homepage en linpost voor e-mail. Dit verschijnsel heet ook wel tussentaal. Dat de streektaal en Nederlands steeds dichter bij elkaar komen te liggen, merkte ik aan mijn geromantiseerde biografie Ninktien. In het Nederlands draagt dit boek de titel Anno Ludwig. Vertaling van het Drents naar het Nederlands was gemakkelijk, en ik vraag me af of het omgekeerd van Nederlands naar Drents ook zo eenvoudig geweest zou zijn. Dat brengt me samen met de verdunning door het Nederlands en het Engels op het punt van de beperkte woordenschat van het dialect. De taal vindt zijn oorsprong op het platteland, met woorden voor het boerenbedrijf, het weer, de ongetemde natuur. Het is de taal van een kleine wereld. Veel zaken verdwijnen, zoals een wupkar, dissel en fortpeert. Maar ook nauberplicht en minschip. Woorden die als houvast fungeren voor streektaalverdedigers, maar veelal alleen voor die streektaalverdedigers. Illustratief is een discussie in de Volkskrant over een aangepaste spelling van het Fries. Daarin staat: het aantal woorden dat uiteindelijk een andere spelling krijgt bedraagt 332. Daarvan zijn slechts enkele gewijzigde woorden echt gangbaar, zodat het Friese woordbeeld volgens onze berekeningen op basis van een woordfrequentie voor 99,93% intact blijft. Veel woorden die niet meer worden gebruikt. De taal is deels meegegroeid met de veranderingen en de globalisering, de massacommunicatie. Meegroeien betekende incorporatie van vreemde woorden, zoals ook het Nederlands veel woorden van Franse, Engelse, Indische herkomst telt. Tabé, cadeau. Maar er is meer. Jan Glas, gelauwerd dichter in het Gronings, zegt in het Dagblad van het Noorden van 21 november 2014: Gronings is een werktaal, een taal van gewone mensen. In het Gronings kun je niet te gek doen. Het heeft er ook mee te maken dat mijn schrijven gevoed wordt door een omgeving waar iedereen Nederlands spreekt. De ideeën die ik opdoe, moet ik dan voortdurend in Gronings vertalen. Taal is uiteraard meer dan een roman of gedichtenbundel in het dialect. Taal is gesproken taal, taal op social media,
taal op televisie en in films. Drents en Gronings is zeldzaam op radio en tv en dat geldt waarschijnlijk nog sterker voor Stellingwerfs. En als plat te horen is, gaat het veelal over oppervlakkige provinciale zaken. Ik zocht op YouTube naar films met gesproken Drents. Ik vond er geen. Tot voor kort werden platpraters in films, maar ook in literatuur, enkel gebruikt om de achterlijkheid van de sprekers aan te duiden. Ik verbaas me er dan ook niet over dat platpraters in tv-commercials komen opdraven om waren aan te prijzen. Regionalisme. Enkele bekende Drenten, Daniel Lohuis, zanger in de streektaal, en Peter Middendorp, schrijver over de streek, zochten een heil in Utrecht en in Amsterdam. Ze kwamen terug, de een naar verluid uit heimwee, de ander omdat hij niet in de Randstad kon aarden. Ze zijn niet de enige. Wie, als Drent, in de Randstad zijn mond opendoet, werd lange tijd weggezet als boer. Dat was geen compliment. De boeren uit Drenthe kropen in hun schulp en lieten zich door stedelingen intimideren. Drenthe, het land van dubbeltjes en kwarties. Groningers zijn daar met hun zelfverzekerde indruk minder vatbaar voor. Immers, er gaat niets boven Groningen. De Friezen kunnen J.B. Charles in Volg het spoor terug naslaan op de beschrijving van hun volksaard. Via de Digitale Bibliotheek van Nederland is het boek te downloaden. www.dbnl.org. Charles schrijft over de Groningers. De Groningers zijn behoorlijk tevreden met zichzelf. Het zijn harde, maar niet te geborneerde materialisten. Tenzij voor humor. Maar het is een onaandoenlijke, veeleer hardvochtige soort humor. Zij lijden naar verhouding weinig aan neurosen en hun openhartigheid is vaak niet meer dan onbeschoftheid, manco aan gevoel voor wat een ander voelt. De Friezen heten eerlijk. Nu kan ik niet zeggen dat mij gebleken is dat... Leest u zelf verder in Volg het spoor terug. En in de Volkskrant van 6 december 2014 schrijft Shaila C. Talsing, columnist, over haar mede-columnist Peter Middendorp: als je gewelddadig bent, crimineel en asociaal, als je voor geen meter wil deugen, ben je een slecht geïntegreerde allochtoon. Want autochtonen doen dat soort dingen niet. En als ze dat per ongeluk toch een keer doen, is niet de integratie mislukt, maar hadden ze een rottige jeugd in Drenthe. De status van de Drent is sterk gekoppeld aan het Drents dialect. Platpraten is gekoppeld aan dom en minderwaardig, ook omdat er in Drenthe geen, en in Groningen nauwelijks, intellectuelen zijn die in het openbaar Drents of Gronings spreken en daar trots op zijn. Het helpt ook niet om de status te verhogen door met een boekenkrooi langs de deuren te gaan. Zo'n sutelactie benadrukt veeleer folklore. Het lijkt op de inzamelacties van sportverenigingen met wc-papier en Groninger koeken. De aangesprokenen kopen boeken om geen gesprek aan te hoeven gaan, om niet nee te hoeven zeggen. Voor 10 euro ben je een jaar verlost van de bedelarij. Tweetaligheid. Ik begin met een anekdote. In mijn kindertijd kreeg ik te horen dat baby's door een ooievaar werden gebracht of uit de boerenkool kwamen. Ik beperk me tot de ooievaar, de eiber, de stork. Er bleek in die tijd een omgekeerde evenredigheid tussen het aantal ooievaars en het aantal geboortes. Veel kinderen, terwijl de ooievaar met uitsterven werd bedreigd. Lineair verband. Heeft het aantal ooievaars te maken met conceptie? In de laatste decennia geldt afname van kindertal en toename van ooievaars. Ooievaars zijn een plaag. Vergrijzing en krimp van de bevolking en toename van het aantal ooievaars. Hebben ze met elkaar te maken? Is er een oorzakelijk verband? Ja,
Het antwoord is ja. De grijze golf spant zich al decennia in om de natuur te beschermen en een van de rechtstreekse gevolgen is toename van ooievaars. De afname had destijds te maken met de sterke gerichtheid op industrie en zorgeloze omgang met de natuur. Er zijn correlaties, misschien oorzakelijke verbanden. Sommige onderzoeken laten zien dat er geen verband is tussen dialectgebruik en laaggeletterdheid. Misschien is dat zo. Misschien zien onderzoekers een aantal zaken over het hoofd. Ik fiets regelmatig door de Onlanden, het natuurgebied bij mij om de hoek. Ik maak foto's en films. Vooral de camera op het statief laat mensen afstappen en een praatje maken. Dat begint met: wat is het hier mooi, hè? Drentse tongval. Ik doe experimenten. De ene keer antwoord ik in het dialect en gaat het gesprek als een tierenlier, de andere keer antwoord ik in het Hollands. Vaker dan eens zie ik de spreker verstrakken en snel afscheid nemen. Ik spreek hun taal niet, ik ben een buitenlander. Wie het laatste jaar kranten heeft gelezen, komt regelmatig vernederingen van Drenthe tegen, onder andere door Yvonne Kronenberg, Maarten van Rossum, Marieke Hebink, Sheila Sitalsing. En ook emmenaar Peter Middendorp zegt minder vriendelijke woorden over de Drenthe in zijn boek Vertrouwd Voordelig. Peter Middendorp kreeg na de presentatie van zijn boek te maken met de Pavlov-reactie, die inmiddels niet tot Drenthe beperkt is. Na onwelgevallige uitingen volgt gelijk bedreiging. Er is vrijwel niemand geweest die inhoudelijk iets over zijn boek heeft gezegd. En juist daar gaat het om. Waar heeft hij het eigenlijk over? Welke Drenthe beschrijft hij in Vertrouwd Voordelig? Wat is de identiteit van de Drenthe? In het boek van Charles Volg het spoor terug wordt niet één woord aan de Drenthe gewijd. Het is hoog tijd dat de huidige schrijvers dat gaan doen. De Friese psychiater Freerk Bergstra heeft in de jaren 60 uitgebreide essays geschreven over de identiteit van de Friesen en een verband met de Friese taal. Daar staan heel nuttige zaken in. Het is hoog tijd dat er ook een intellectueel in Drenthe komt die ook dergelijke verhalen schrijft over de identiteit van de Drenthe. Peter Middendorp heeft daar een mooie aanzet voor gegeven en hij verdient meer dan pek en veren, of de gierput, om het op zijn Drents te houden. Drents dialect is gekoppeld aan minachting en aan een minderwaardigheidscomplex van Drenthe. Dat is niet van vandaag, niet van gisteren, maar van eeuwen. Die koppeling en karakterisering gaat niet zomaar voorbij. En met gebruik van Drents is die strijd niet te winnen. Plan van aanpak. Is de situatie rond streektalen en dialecten hopeloos? In het geheel niet. Landschappen veranderen, nieuwe dieren en planten ontstaan. Dinosauriërs zijn er niet meer, net als over enkele jaren olifanten, neushoorns en giraffes alleen nog in musea en op films zijn te zien. Dat is geen ramp. Latijn is verdwenen als levende taal. Latijn leeft voort als dode taal. Dat kan ook met dialecten en minderheidstalen. Dit is het moment om aan te geven dat er een groot verschil is tussen de dode taal Latijn en het dialect dat op uitsterven staat. Latijn is een cultuurtaal. De hele westerse beschaving is gebaseerd op Latijn en ook op Grieks, een andere cultuurtaal. Moderne cultuurtalen als Engels, Frans en Duits vinden hun oorsprong in het Latijn en zij zijn gereedschap om uitvoerig te kunnen spreken over religie, filosofie, wetenschap. Cultuurtalen maken het mogelijk om op een abstract niveau te spreken en over gedachten na te denken en daar woorden voor te vinden. Dat lukt niet of in veel mindere mate met de dialecten.
en ik reken daar ook het Fries bij. Streektalen hebben vooral een woordenschat voor de dagelijkse zaken en de dagelijkse observaties en zijn minder toegerust voor abstracte zaken en filosofie. Wie wil kan een taal definiëren als cultuurtaal, dus een taal waarmee abstracte zaken mogelijk te benoemen zijn en waarin je kunt filosoferen. Dialect is dan een taal van het platteland voor de dagelijkse dingen, gebruiksvoorwerpen, de natuur, dus niet om in te filosoferen. In die zin is het Fries dan een dialect. Wie Fries een dialect noemt, schopt gemakkelijk tegen het zere been of stapt op lange tenen. Friesen geven er de voorkeur aan om de genealogie van de taal weer te geven, de oorsprong. En dan blijkt dat de oorsprong misschien wel 2000, 5000 jaar in het verleden ligt, net als alle andere talen. Psychiater Freerk Bergstra, die ook 13 jaar lang voorzitter was van de Friese Academie, heeft heel boeiende essays geschreven over het verschil tussen dialect en taal in Friesland en de lange tenen van de Friesen. Hij komt tot de conclusie dat de hele taalstrijd in Friesland een uiting is van een groot minderwaardigheidscomplex van de Friesen. Ze zijn snel aangebrand omdat ze zich minderwaardig voelen. Dat lijkt verdacht veel op de situatie in Drenthe. Is het dan allemaal kommer en kwel wat de streektalen betreft? Dat hoeft niet. Er zijn ook mogelijkheden om er op een prettige manier mee om te gaan. Ik geef enkele suggesties. Openbare archivering op het web, zoals bij www.twentsetaalbank.nl en www.dbnl.org, de Digitale Bibliotheek van Nederland. Veel films met gesproken dialect op het internet. En ook films met toneeluitvoeringen in de streektaal op het web. Muziek en toneel overleven de literatuur lange tijd. Maar uiteindelijk leggen ze ook het loodje. En de streektalen verdwijnen is geen probleem. Verandering is een traditie in de natuur en in het leven en aan alles komt een eind. Dus ook aan streektaal. Ik vat enkele zaken samen. Feiten. Ik zet enkele feiten op een rij. Dialect wordt voornamelijk gesproken door laaggescholden. Jonge mensen spreken steeds minder dialect. Een zeer kleine groep van hoger opgeleiden is bezig met Drents. Sommigen krijgen daarvoor betaald. Er zijn slechts een paar jonge Drentse schrijvers. Een enkele Drent leest een Drents boek of een Drentse publicatie. Drents lijkt steeds meer op Nederlands-Engels. Drents is een tussentaal. Domein Drents. Drents is gekoppeld aan platteland, aan eenvoudig boerenleven en heeft een beperkte woordenschat. De Drentsspreker heeft een lage sociale status. Ik sluit mijn betoog graag af met enkele provocerende stellingen. Spreken, schrijven, lezen en dialect moet niet worden aangemoedigd op basisscholen en zelfs niet in de eerste jaren op middelbare scholen. Drents mag niet worden geleerd als eerste taal. Alle boeken in het Drents, en dat geldt voor meerdere dialecten, moeten beschikbaar worden gesteld op de website van de Digitale Bibliotheek van Nederland of een speciale website voor dialecten, zoals dat in Twente ook al gebeurt. Alle radioprogramma's in het Drents, van zeg tussen 1950 en 1990, moeten beschikbaar komen op een website. Klein Riksie, Mans Tirelier en meer hele populaire Drentse programma's uit die jaren.
Drents studeren. En dat geldt ook voor andere minderheidstalen, is prima na tenminste 2 andere talen. Nederlands en een keuze uit Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans, Chinees of Arabische talen. Dialect kan een medeoorzaak zijn van het minderwaardigheidsgevoel dat voorkomt onder dialectsprekers. Wie een beeld wil krijgen van de omvang, kan op de zoekmachine intoetsen dialecten minderwaardigheidscomplex. Verbaas u over het aantal scores wat u vindt, over de hele wereld. En Drenthe. Wat zou goed zijn voor Drenthe om het culturele niveau omhoog te krijgen? Wat helpt om het zelfvertrouwen te versterken en de trots op de eigenheid? Enkele niet-conventionele manieren om het niveau omhoog te krikken. Verplaats kunstacademies van Groningen en Leeuwarden naar Emmen. En dan niet kinderachtig, maar gelijk heel veel studenten. En dat in samenwerking met kunstopleidingen in Oldenburg en in Papenburg. Verplaats onderzoekinstituten naar tweetaligheid en meertaligheid ook naar de zuidoosthoek van Drenthe. Leeuwarden is culturele hoofdstad 2018. Dat betekent natuurlijk niet dat alle activiteiten ook in de Friese hoofdstad plaats moeten vinden. Ook in Emmen, Hogeveen, Meppel, Assen kunnen culturele activiteiten worden georganiseerd met een Europese en mondiale inslag. Over de grens kijken, dat is heel belangrijk. Een goede start zou ook kunnen zijn de inrichting van Noorderland, opheffen van de provincies en één groot gebied maken, waardoor de onderlinge rivaliteit op termijn gaat afnemen. We kunnen kijken naar de sterke kanten van elkaar in plaats van telkens vliegen af te vangen. Want die vliegen blijken in herhaling strontvliegen te zijn. In het landsdeel Noorderland spelen de dialecten een ondergeschikte rol. Er is natuurlijk niets op tegen om ze een folkloristisch karakter te geven en daar met z'n allen van te genieten. Voor de communicatie tussen de verschillende mensen pleit ik voor een cultuurtaal en niet voor een dialect. Die cultuurtaal kan Nederlands zijn. Want zoveel mag duidelijk zijn: Drents is niet het nieuwe Latijn. Nee. En dat geldt ook voor de andere Neder-Saksische talen en dat geldt ook voor het Fries. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en ik hoop van u te horen.